Het seizoen voor de graafschap gaat vrijdagavond van start met een thuiswedstrijd tegen het Cambuur-Leeuwarden van trainer Henk de Jong. De Doeteromse voetbalclub wordt door velen aangewezen als titelfavoriet. En trainer Mike Snoei loopt niet weg voor die rol. Toen ik dat uh, riep uh, een maand of twee geleden, toen kreeg ik best wel veel commentaar. Hè. Hoe kan die snoei nou roepen hè, dat hij direct wil promoveren? Inmiddels is iedereen een beetje aan het bijdraaien en krijg ik wat meer steun in die gedachte. En, en als zelfs Unibed en Toto uh, nu uh, het minst uitkeren als de graafschap direct promoveert, dan kunnen we wel een conclusie trekken dat de graafschap gewoon sterk is. Uh, uh, iedereen mee moet doen voor die promotie. Uh, en, en dat we, moeten we gewoon van elkaar eisen. Dat is ook dat hoort bij de graanschap. Brengt die rol nog extra druk met zich mee of is het eigenlijk redelijk ontspannen hier binnen de groep? Nee, het is heel ontspannen. Ik denk als jij jaren voor degradatie hebt gespeeld met de graanschap, dan is er niks moois dan te gaan proberen om bovenin mee te doen. Dus alleen ik denk dat de druk pas echt groot wordt als dat niet lukt. Of, ja, dan, dan wordt het moeilijker, dan wordt het frustrerender. Maar nu, voor, voor nu gaan wij ervan uit dat wij, dat wij goed gaan beginnen en een mooi jaar gaan maken. Zie dus je Kampbureau ook als een van de concurrenten of misschien een dark horse meer? Nee hoor, die hebben hè, met hun achterban ook, vergelijkbaar met, uh, met de Graafschap, hebben die een, 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 een waanzinnige stabiele organisatie met leuke spelers, uh, met een prima trainer. Dus uh, ja, uh, we kunnen het nat maken. Ik denk dat kan nu wel een van de, ja, van de clubs is die bovenin mee gaan doen natuurlijk, maar uh, wij ook. Dus ja, ik denk dat wij, uh, wij vanuit zelf uit moeten gaan en gewoon een hele goeie, heel goed begin moeten gaan maken.